In de woestijn. Dat voel jij soms. Of eigenlijk voel je dat best wel vaak. Elke keer dat je een tweet uitstuurt waar helemaal niemand op reageert, of als je een winactie begint waar niemand aan mee wil doen, elke keer als je twittert en je krijgt nul reacties. Krekels, dat is wat je hoort. Een grote leegte. Welkom bij Webvedettes. Ik ben Diana Vreewijk en dit is deel 2 uit de videoserie Vraag en Antwoord over Twitter voor je webwinkel. Vandaag beantwoorden we een vraag van Nienke van Dreamkey Design. En zij vroeg: hoe krijg ik mijn Twitter-volgers wat actiever? Nou, om het antwoord op die vraag te krijgen, is het goed om te kijken naar waarom Twitter-volgers niet actief zouden kunnen zijn. Daar zijn eigenlijk vier goede redenen voor. Ten eerste, je hebt gewoon de verkeerde volgers. Ten tweede, je deelt niet de content die die volgers interessant vinden. Dus dan heb je gewoon de verkeerde content. En eigenlijk dus ook de verkeerde volgers. Ten derde, je twittert op het moment dat die volgers van jou niet aanwezig zijn. En heb je nou al die drie dingen op orde, dus je hebt goede volgers, je twittert op het juiste moment precies de juiste content en je krijgt nog steeds geen reacties, dan komt dat omdat je tweet niet goed is. Nou, laten we naar dat laatste even goed kijken. Want wat maakt nou een tweet heel goed? Een tweet kan eigenlijk pas goed zijn en eigenlijk pas reactie oproepen als jij precies weet wat je wil bereiken met jouw tweet. Wil je een retweet? Wil je een reply? Wil je dat mensen doorklikken? Wil je dat ze zich inschrijven voor je nieuwsbrief? Wil je dat ze je tweet favoriten? Wat is het wat je wil bereiken met die ene specifieke tweet? Heb je dat doel eenmaal vastgesteld? Dan kun je een call to action gaan toevoegen aan je tweet. Een call to action is een heel directief stukje tekst waarin je mensen letterlijk vertelt wat jij graag wilt wat ze doen. Bijvoorbeeld, ben jij benieuwd naar hoe je Twitter in kunt zetten voor je webwinkel? Lees dan ons laatste artikel hierover, dubbele punt, en dan doe je daar een link naar je blog. En dan zet je erachter veel leesplezier. Zo zeg je heel letterlijk dat mensen door moeten klikken om iets te krijgen wat zij interessant vinden. Dat is dus een call to action. Als je graag een retweet wil, kun je dat ook zeggen. Retweet is sweet, voeg je dan toe aan je Twitter. Of je zegt please retweet. Dus je vraagt mensen letterlijk om iets voor jou te doen. En hetzelfde geldt natuurlijk als je graag een reactie wil. Wil je graag dat mensen reageren op iets wat jij getwitterd hebt? Vraag gewoon om een reactie. Twitter gaat vaak zo snel, er komen zoveel tweets voorbij. Mensen hebben druk, doen ondertussen andere dingen. We zwaaien hun kind uit, chippen uit in de tram, doen heel andere dingen, zetten koffie. Het is best wel fijn als jij iets heel directiefs tegen hen zegt. Doe dit, doe dat en dan krijg je zus of dan krijg je zo. Dus, Nienke en voor de rest iedereen die meeluistert. Als je Twitter-volgers niet actief zijn, dan ligt dat eigenlijk vooral aan jezelf. En als je ervoor zorgt dat je de juiste volgers hebt, weet wanneer ze online zijn en de juiste content hebt, en je gaat call to actions toevoegen aan je tweet en je gaat doelen bepalen voor je tweets, dan zal je zien dat je volgers vanzelf actiever worden. Dit was het tweede video, vraag en antwoord video van Webvedettes. Morgen komt er een nieuw online en we zien je dan graag. Mocht je trouwens nog een vraag hebben over Twitter, mail hem ons gerust, zet hem op Twitter, zet hem op onze Facebookpagina. Wij beantwoorden hem graag. Tot ziens!